Ja, dat gaat dus niet zomaar. Dat ga ik niet zomaar doen. Ja, oké. Er is één object dat hem levend houdt. Eén object. Waar is Sandy? En waar is Jet? Oh, nee. Want waar ben jij geweest? Wastelands? Manik, wat doe je in Wastelands? Manik, kom weer eens niet luisteren, ik kwam in de Panari. Jet en Sandy zijn nergens te bekennen. En Jan, die komt met een vaag verhaal waar we ook niet zoveel mee kunnen. Lekker dan. Nou, eindelijk ben ik in die stomme fabriek weer aangekomen. Ik moet weer wat regelen. God, wat is dit nou? Eén moment, meneer. Ik kom er zo aan. Wacht even. Tjoe, wat is hij nou weer? Yo, nou, hey, vertel. Alles goed? Ja goed. Nou, ik... Ik wil speciaal bier bestellen. Eén, wie ben jij? Ik ben Menno. Dag, Menno. Dag. Jij wil speciaal bier kopen? Sorry, maar dat heb ik niet hoor. Echt wel? Nee, dat heb ik niet. Wat doe je nou raar? Kom op zeg, ik heb alleen maar bier en wodka. Wat wil je hebben? Ik wil speciaal bier. Gast, nou moet je uitkijken hè. Van wie heb je dat überhaupt gehoord, hè? Christian Mafia Boy. Crazy Mafia Boy, weet je dat zeker? Jazeker. What the fuck? Maar, maar hoe ben je daarbij gekomen dan? Ik bedoel, hè? Dat mag ik niet vertellen. Van hem. Dat mag ik niet vertellen. Hier, ik zal jou eens even wat jullie maar vertellen. Nou, huppatee, vertel. Hoe kom je met hem in contact? Ik zoek hem al dagen. Die gast maakt me gek. Vertel. Oké. Ik wil niet dood. Kijk, ik was van de week samen met Jan in gesprek. Met hem om... Wat? Jij was met Jan in gesprek? Ja, Jan de Engeman. Ja, Jan de Engeman. Waar is die? Ik weet het echt niet. Echt niet. Wat? Je weet het niet. Joh, eerst kom je hier met stom speciaal bier. Vervolgens kom je met Crazy Mafia Boy. Was met Jan de man. Ja, weet je wel eens wie Jan is? Ja, Jan. Gewoon Jan. Hij is denk ik waarschijnlijk in Credo of in Cosmopolitan. Tuurlijk zit hij dwaas weer in Cosmopolitan. Potverdorie, jongen. Hey, luister hè. Geen woord hierover of ik knal je door je kop heen. En wat Crazy Mafia Boy betreft, uit de buurt blijven. Ja? Ja. Nou, hup, wegwezen. Zit die dwaas gewoon... Oh, man. Cosmopolitan zit er dus. Nou, kom ik net vandaan. Kan ik er weer heen? Oh jongen, heb je hier al de trap op? Ja, het zal wel. Maar eens even een verhaal halen, gekke Jan. Wat is dit nou weer? Wat voor een spelletje speelt hij nou? Die potverdorie, jongen. Daar ben ik alweer bijna met die... Al die stomme trappen hier ook. Oh, man, daar word ik toch moe van. Jeetje. Nou, hier is dan naar boven. Fucking... Jan! Ja? Doe open! Kom op! Oké. Hey, ik wil je even spreken. Vertel, wat heb je nou allemaal gezegd, man? Wat heb ik gezegd? Ik heb alles verteld wat je weet. Jan? Oh. Fuck niet met mij. Waar? Wat? Vertel me alles. Hè? Er komt net een gast bij mij die wil speciaal bier kopen. Ik zeg, dat heb ik niet. Wat zegt die gast? Jawel, van Crazy Mafia Boy. Zegt hij... Crazy Mafia Boy. Weet je wel wie er is? Ja, zegt hij. Weet ik wel wie dat is. Zegt hij, oh ja, en hoe ken je hem dan? Ja, ik was daar met Jan. Met Jan? Ja, met Jan de Engelman. Jou dus. Vertel. Oké, als je het wapen weg, dan bel ik je wel. Doe alsjeblieft weg. Ik heb geen zin in problemen. Oké. Gezitten? Vertel. Luister Remco, sinds alles een beetje dat jij ging samenwerken samen met Marnie ging alles een beetje naar de knoppen, laat ik het zo zeggen. En toen kwam Menno naar me toe samen met die Crazy Mafia Boy om alles te bespreken. Van,
papier of zo waar jij het over had. Hè? Ik weet ook niet 100% waar het van is. Maar het is iets wat hij heeft ontworpen onder jouw ogen of zoiets. Dat is wat mij is verteld. En over die twee plotjes. Ik heb dat zomaar gedaan omdat ik via twee kanten aan het werken ben. Dus je probeert... En denk je nou echt dat ik jou die fucking plots nog ga geven? Nu je gewoon tegen mij loopt te liegen. Doe rustig. Ik heb niet gelogen. Ik ga wel verder. Peer, hè? Je weet waar... Wat weet je nu over Peer? Weet je wat is meer? Ja, die is ontvoerd. Waarschijnlijk een crazy mafia boy. Nee. Wat? Die heb ik vast ergens vastgezet. Doe rustig. Rustig. Jij hebt Peer? Wat is dit dan? Doe rustig. Ik doe het alleen maar uit veiligheid voor hem. Wat veiligheid? Waar heb je hem? In Kredil heb ik hem. En hij zit daar vast. Hij kan niet weg. Hij zit daar voor zijn veiligheid. En ik heb gewoon te eten. Klein jochie. Die sluit jij op. Ik heb hem niet opgesloten. Ik heb hem niet alles verteld. Ik zei alleen, kom even met me mee. Je kan misschien een gevaar lopen. Oh mijn god. Rustig. En hoe kom jij nou bij die ladier? Hoe weet jij hoe je van hem af kan komen? Nou, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ik heb hem altijd gevolgd. En meestal was hij eigenlijk wel bij het bierfabriek van jou. Uiteindelijk heeft hij daar toen ook dat speciale bier gemaakt. Ik weet niet wat erin zit of zo, maar dat valt wel. Maar wie is Menno eigenlijk? Menno, nou ja, laat maar zitten, dat maakt niet uit. Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ik heb een beetje onder zijn rug door ook wat dingen gedaan wat niet helemaal mocht. Maar dat maakt niet uit. Wat? Ik heb een beetje dingen achter zijn rug door gedaan. En dan denk je, Remco die komt hier leuk en dan kan ik hem wel mooi gebruiken, hè, als hij er toch is, hè? Ja, nou dat dacht ik dus niet, hè? Dit is de laatste keer dat je mij zoiets flikt. Heb je dat begrepen? Ja, ik heb het begrepen. Maar luister. Nee, niks. Luister. Jij luistert naar mij. Oké, wat heb je te vertellen? Ik ga nu naar Marnik en Jet. Ik ga ze halen. En jij gaat onmiddellijk naar Greydale. En als ik daar ben, dan ben jij daar ook. Heb je dat begrepen? Ja, doe dat wapen weg. Ik meen het, Jan. Beter ben je daar. Oké, ik ben daar wel. Maar niet het wapen meer op me richt. Oh jongen, laat ik maar zitten. Zorg dat je er bent. Oh. Deze gast. Nou, snel naar Marnik en Jet. Goeie nieuws vertellen. Nou ja, goed nieuws. Nou maar hoop dat die crazy mafia boy die laad hier er ook niet is. Want dat wordt helemaal drama. Jan heeft gelogen. Peertje is gewoon in Kredil. Hoe gaan Marnik en Jet hierop reageren? Hopelijk kunnen we daarna eindelijk van Ladier af. Jullie zien het in de volgende aflevering.